ga nog steeds elke morgen vleugelen naar mijn werk. Dat is mooi. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe WWO-vlog. Ik sta hier vandaag met Lars en samen gaan wij het productieproces van onze houten kozijn hier doorlopen. Hey Jorien, leuk dat je er bent. We gaan inderdaad vandaag kijken naar het productieproces van onze kozijnen, ramen en deuren. Ja. Dus we nemen jullie graag mee. We gaan de fabriek in. Yes. Nou Lars, waar staan we nu? We staan nu bij onze machine, het hart van de machine, of het hart van de productie. Bij deze machine brengen we onze houtstaven naar het begin van het proces. Hier gaan ze de machine in tot het kozijnonderdeel. Daar gaan we nu zo dadelijk naartoe. Oké. Hier zijn we bij het productieproces van de Windline, onze machine. In die machine hebben we eigenlijk vier afdelingen waarbij we de bewerkingen doen aan de houten onderdelen. Dus een kopje bewerking, infrezingen voor de scharnieren en ook wel voor het deurbeslag. En ook de zijde kopje bewerking, zodat we uiteindelijk een compleet onderdeel uit de windlijn krijgen. Wat maakt WWO voor jullie een leuke werkgever? Ik heb bij WWO alle kansen gekregen. Voor schoolverlader heb ik hier al mijn toekomst gekregen en ik heb altijd plezier hier naar mijn werk te kunnen gaan. Het is mooi als je na 30 jaar dat je hier werkt, dat je dat steeds een nieuwe uitdaging kreeg en dat je een keer weer wat anders doet. Dat bleef altijd veranderen hier. Dat is mooier wel. Bij het opsluiten aangekomen, de volgende fase van het productieproces. Je ziet hier dat ze een raam aan het opsluiten zijn en dat gaan ze nu doen. Aansluitend wordt deze schoongemaakt zodat de opti-joint die we hiervoor toepassen netjes is weggewerkt en wordt er gecontroleerd of die haaks is en de juiste afmeting heeft. Nou, ik sta hier nu naast Philip en Philip, jij werkt hier al heel wat jaartjes. Hallo, ik ben Philip. Ik werk inmiddels 31 jaar hier bij WWO. Ja. En je hebt heel wat plekken gestaan door de fabriek volgens mij. Ja, ik heb hier bijna alle werkzaamheden terecht. En momenteel sta ik in de Vondelbij. En dat bevalt? Dat bevalt uitstekend. Ik ga nog steeds elke morgen fleuten aan mijn werk. Dat is mooi. Nou, hier zijn we ook bij een opsluitbank. Hier zetten we de kozijnen in elkaar. Dus we hebben een kozijn dat bestaat natuurlijk uit het kozijn zelf. Een deuronderdeel en een raamonderdeel. Dus die drie delen zorgen ervoor dat het pakketje compleet is. Mm-hmm. En dat voeren we op deze afdeling dus uit. En hier zie je dus een kozijn in beeld. Nou, ik sta nu bij Robert-Jan. En Robert-Jan staat hier in de voormontage. Maar Robert-Jan, hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? En wat ga je verder nog doen? Nou, ik ben hier 3 jaar geleden begonnen. Toen was ik 16. Als schoonmaker. Dus in de fabriek gewoon op zaterdag schoonmaken. Dat heb ik wel twee jaar gedaan. Toen ben ik daar verder gegroeid als aansturende van de jongens. Zelf ben ik toen op zaterdag in productie gegaan. En nu ga ik fulltime in de productie. En dan vanaf september heb ik de kans gekregen hier bij WWO om weg te leren te gaan doen. Dus dan ga ik de HBO doen. En wat ga je studeren? Technisch bedrijf. Oké, interessant. Nou, komen we weer bij de volgende fase in het proces. Hier worden de kozijnen ingehangen voor de spuiterij. Waar nodig worden de spouwlatten bevestigd. Hier zie je een binnenkozijnen hangen. In dit geval hoeven er geen spouwlatten om aangemaakt te worden. En we bufferen het zodat we het in de juiste volgorde door de spuiterij kunnen doen. Nou, hier zijn we bij het afmonteren van het hang- en sluitwerk van de ramen en deuren. Naast mij staat mijn collega André Berends. En André zorgt ervoor dat de draaiende delen altijd perfect voorzien worden van het beslag. Ja. Nou, nu zijn we bij onze laatste stap, bij de volgende stap in ons productieproces. Mm-hmm. Namelijk de afmontage van onze kozijnen. Deze is verdeeld over 3 werkstations, waarbij we eigenlijk de hijskogen
de folies en het beslag voor de raam- en deurdelen monteren. Okay. En dat gebeurt over deze lijn die ja, ik voor mij zie. Ja. Zoals je op de video ziet, het station waar de witte kozijnen beginnen, dat is het eerste station van afmontage. Daar monteren we onze ijsogen en de folies. Op het tweede station, daar monteren we eigenlijk het beslag, dus zodat we de ramen en deuren vast kunnen zetten. En in het laatste station, dat noem ik eigenlijk zelf altijd het huwelijk, daar komen de ramen, deuren en het kozijn bij elkaar om in elkaar gezet te worden. Zo, bij de ene laatste fase van het productieproces, dat is namelijk het plaatsen van glas in de kozijnen, ramen en deuren. En waar ook nog eens een kwaliteitscheck wordt gedaan voordat ze richting expeditie gaan om verstuurd te worden. Nou Lars, wat is nou het leukste en uitdagendste aan je werk? De variatie in productieorders. De ene keer kunnen we echt gigantische meters maken en de andere keer heeft een order toch meer aandacht nodig. Mm-hmm. En natuurlijk de mens, dus de aansturing van het personeel. Iedere dag brengt wat anders en ja, dat maakt het super gaaf. En hoe ben je eigenlijk bij Webo terechtgekomen? Vanuit school. Okay. Ik ben begonnen met een stage en aansluitend het afstuderen van technische bedrijfskunde. En ja, zodoende beviel het van beide kanten en mocht ik hier blijven. Ja, oké, leuk. Nou, in onze fabriek hebben we natuurlijk nieuwe mensen nodig. En dat betekent dat als jij denkt dat dit wat voor jou is, meld je aan. Er zijn voldoende werkplekken beschikbaar waar het misschien wel een plekje voor jou is. Ja, dus kijk even in onze bio, want daar staat een linkje naar al onze vacatures. En we zien elkaar snel. Ja. Superleuk dat je weer keek naar een nieuwe Webo vlog. Vergeet zeker niet om te kijken in onze beschrijving. Daar staat een linkje naar onze vacaturepagina. En wie weet sta jij hier binnenkort ook. Doei, tot de volgende keer.